ADO 13 thuiswedstrijden op een rij zonder overwinning. ADO won in dit seizoen 2 wedstrijden, beide uitwedstrijden. Bij VVV en bij RKC. Hier is het schot van Thomas. En dat scheelt niet zoveel. Thomas, die in november scoorde voor PSV in de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag. In november won PSV met 4-0. Riskant balletje van Gomelt. Levert uiteindelijk hier balverlies op. Dan kan PSV profiteren. Thomas Malen kan scoren, maar doet dat niet. Misschien dat het ook wel buitenspel was voor Daniel Malen. Maar de topscorer van PSV krijgt hem er niet in. Nee, het is zeker geen buitenspel van Malen. Die een grote kans laat liggen. Gomelt krijgt de bal terug van Van Ewijk. PSV kan weer in de aanval. Zahavi. Rosario. Geen fijne bal voor Boskagli. Prima opgelost. Baumgartel. PSV maakt tempo. Deze. Vertessen. Opgepikt Thomas. En dit is een uitgestoken arm. Nee, zegt Van Boekel. Geen hands. En de uitleg daarna met veel vertrouwen gegeven door scheidsrechter Paul Van Boekel. Het is de steunarm. Het kwam hem goed uit. Mokhtar meteen onder druk gezet. PSV is wat dat betreft scherp. En hier komt de kans en die moet er echt in. Zahavi, redding Fraizel. Volgende grote kans. Onbenut gelaten. Nu door Eran Zahavi. Kansen genoeg voor PSV in de eerste 20 minuten. Baumgartel en nu een penalty. Strafschop, zegt Van Boekel. Na de overtreding dacht ik van Adekanje. Ja, Baumgartel tikt de bal weg en krijgt vervolgens een schop tegen zijn knie. Of net daaronder, hoe dan ook. Van Boekel kent geen twijfel, de bal gaat op 11 meter. Fraizel op de lijn. Philippe Max, nu kiest hij voor de andere hoek. Maar druistig en belangrijker nog, alles behalve zuiver geschoten. Probeert hem echt in de linkerkruising te schieten. En zo blijft het 0-0. Omdat Max de strafschop mist. Pinas. Hier heeft ADO het grootste probleem. Bij Gomelt, die is hem keer op keer kwijt. Ryan Thomas, het moet nog een keer worden afgestraft. En een geweldige redding van Fraizel. Op de inzet, die echt niet misselijk was, van Daniel Malen. Het is een wonder dat PSV nog niet op voorsprong staat in Den Haag. Weer een grote kans voor Malen. Thomas legt terug. Zahavi treurt omdat hij hem niet krijgt. Maar Malen had moeten scoren. Van Ewijk. In de manier van voetballen is PSV wel veel en veel sterker dan ADO Den Haag. Nu Adekanje, ja, die heeft een versnelling en scoort voor ADO Den Haag. De eerste echte grote kans voor ADO zit. En het is 1-0. Bobby Adekanje doet het. PSV laat de kansen liggen, ADO niet. Eerste doelpunt. In dienst van ADO Den Haag. Voor de huurling van Lazio, Bobby Adekanje. Goede individuele actie en rustig raakgeschoten oog in oog met Mbogo. Zo moet PSV nu serieus aan de bak. Sangaré is weer slordig. Wordt opgelost door Boskagli en die bal valt goed voor Thomas. Ryan Thomas. Zahavi. Fraizel gooit zich ervoor. Blijkbaar maakte de keeper van ADO Den Haag daarvoor geen overtreding. Maar het was kantje boord voor ADO Den Haag. Deze slingert hem voor. Bijna Zahavi. En via Del Fabro in de handen bij de keeper. Die echt ontzettend veel goed doet in deze eerste helft. Malen. De
Rosario, Sangaré, Zahavi, korte combinatie. Eran Zahavi, dat is een hele goede actie, maar hij schiet hem naast. Daar waar je denkt, ja, nu heeft hij het voor elkaar, nu gaat hij erin. Verdwijnt de bal net aan de verkeerde kant van de paal voor PSV. PSV heeft ontzettend veel kansen laten liggen. Komt er toch nog een 1-1 aan hier. Zahavi en weer Freisel. Hoeveel kansen heeft PSV nodig om een doelpunt te maken? Alle tijd en ruimte voor Max. En bijna een eigen goal. Zahavi wilde koppen, ging onder de bal door. Rosario. Vertessen achter de stambeen langs. Aardig gedaan. Malen. Zahavi is er ook. Doniel Malen. Frommel de frommel. En dan zit hij erin ook. In de korte hoek. Wordt Freisel verslagen. PSV staat naast ADO via Donjan Malen. Het was een beetje lastig te zien, maar hij zit er toch echt in. En na al die gemiste kansen in de eerste helft is het nu wel raak voor PSV. Donjan Malen. 1-1. Volgende kans in de maak. Nu is het niet raak, omdat Max is niet zelfzuchtig. Gunt de kans aan Zahavi, maar zo gaat het dus mis. Had het zelf kunnen doen. Philippe Max. Natuurlijk is Zahavi vrij, maar de paas erg zwak. Max met de vrije trap, die bijna goed valt voor Sangaré. Uiteindelijk hier het schot van Vertessen. Een overtuigende uithaal van Vertessen. Baumgartel, een aardige paas richting Max. Mooi aanval en dat moet een doelpunt zijn voor Vertessen. Maar het wordt geen goal zoals we dat vanavond al zo vaak hebben gezien bij PSV. Wordt er een grote kans om zeep geholpen nu door Vertessen. Deze hoef je er toch eigenlijk maar in te lopen. Vertessen die nu bestraft wordt en ziet dat zijn wedstrijd erop zit. Hij had dus met zijn allerlaatste actie in dit duel een doelpunt kunnen maken. En hier is Iataren voor het laatste half uur. Iataren. Ja, lekker geraakt die bal. En een goede redding van Freisel. Uiteindelijk via Van Ewijk over de achterlijn. De tijd begint toch een beetje te dringen voor PSV nu. Malen. Zahavi. Malen. En nu zit hij er niet in. Hele goede combinatie tussen Donjan Malen en Eran Zahavi. Hier is Iataren. Weer zo'n schot. En altijd maar weer Freisel. Iataren. Oh, klaargelegd. Dankjewel. En afgemaakt door Malen. Wat een fout. En PSV op voorsprong. Jamal Amova verzorgt hier bijna vrijwillig het doelpunt voor PSV. En Malen maakt zijn tweede en is uiteindelijk toch ontzettend belangrijk. Goeie bal zeg van Iataren. Donjan Malen. Kan hij een hat-trick maken? Och, hij raakt de lat. Schitterend gedaan door Malen. Uiteindelijk de afzwaaier van Mauro. Daar zag je even de klik tussen Iataren en Malen. En dat leverde dus bijna de derde treffer voor Donjan Malen op. Nou,
inmiddels dus op 13 doelpunten in de competitie. En hier weer aan de bal, Malen. Oh, weer de lat. Twee goals, twee keer de lat. Hij blijft op zoek gaan naar zijn hat-trick. Dit doet hij toch ook weer vrij achterloos, hè, Malen. Pinas pompt hem er weer in. Arweiler verlengt. Hier is de misser en de doelpunt van Kramer. De omhaal van Kramer vliegt erin. In de derde minuut van de extra tijd is het toch 2-2. En zo gaat PSV punten verspelen in een ijskoud Den Haag. Geen buitenspel voor Del Fabbro. Goed verlengd, Arweiler. Misser deze, doelpunt Kramer. En 2-2. Tjonge, jongen. Gutierrez met de eerste paal. Kan verlengen en kans nog. Daar was Frijzel weer. En dan is het nu gedaan. Was er nog bijna de winnende treffer voor PSV. En kijk naar de ontlading bij Frijzel. Want ADO pakt een heel belangrijk punt in de strijd tegen degradatie. Het is een horrorweek voor PSV. Want na de uitschakeling in het bekertoernooi tegen Ajax verspeelt het uiteindelijk toch punten hier in Den Haag.